Hoi allen, ik ben Tim en in deze video hebben we het laatste nieuwe Wie is de Mol nieuws van deze week. We bespreken onder andere de laatste hints en molacties, de biechttijden van de kandidaten en een oplettende abonnee heeft het podcastschema flink bekeken en er een hele interessante theorie bij bedacht. We beginnen deze video met de laatste paar korte hints en molacties. Allereerst de afleveringstitel Leidensweg en die is gevonden door Mollekijker op Instagram. Doordat Daniel en Jurre geen kist met hun naam erop hebben meegenomen naar de eliminatie, ontweken ze de eliminatie. Is hiermee hun lijden weg en dus één van deze twee de mol? Erg sterke theorie. En het is natuurlijk Jurre of Daniel, in mijn geval. Dan een struisvogelpapiertje die scheef hing bij Daniel zijn gat. Ik bedoel, het gat in de grond. Heeft hij hem misschien omgedraaid zodat er op de andere kant van het papiertje een andere struisvogel staat die niet de juiste is? Dit is natuurlijk maar een theorie, maar het zou kunnen kloppen eventueel. En daarnaast verdienen ze uiteindelijk toch geen geld, doordat ze direct voor het eerste de beste ei kiezen, zonder elkaar te controleren in elk gat. In de grond. Ook viel het op dat Soy en Daniel steenpapier schaar doen om te kiezen welke kist er meegaat. De mol wil juist dat er een kist meegaat. En dan vooral die van de normale kandidaten. Dit kost geld voor de pot. En het maakt voor Daniel dus niet uit welke kist er meeging of niet. Echter, als Daniel zijn kist had meegenomen, zou hij ook bij de executie moeten zitten. Bij de eliminatie moeten zitten. En dan was er heel veel focus ook op hem geweest. Dan even de biechttijden van de kandidaten. Uiteraard door WDM-hints-2023 op Instagram. Anke heeft 90 seconden. Ranomi heeft 80 seconden, Daniel heeft 63 seconden, Soy heeft 93 seconden, Jurre heeft 113 seconden en Nabil had 66 seconden. Daarnaast heeft hij ook de optellingen van elke aflevering gedaan, dus de totale biechttijd van elke kandidaat uit afgelopen 6 afleveringen uitgezocht. En hierin valt op dat Ranomi namelijk de minste biechttijd heeft in de afgelopen 6 afleveringen. En Soy de meeste. Wat kan je op basis hiervan zeggen? Ranomi kan nog wel eens heel goed de mol zijn door middel van de biechttijden. Maar ik denk dat de mol juist een beetje in het midden zit qua biechttijden. Want dat is slimmer voor de productie en dat is ook slimmer voor de mol zelf. Dus ik kan hierdoor voor mezelf eigenlijk best wel concluderen dat Ranomi en Soy de mol niet zijn. Had ik ook eigenlijk al eerder al gedaan. Maar dit is toch wel weer een extra bevestiging van goh, voor mij zijn Ranomi en Soy niet de mol. Nog iets opvallends en een beetje een vergezochte theorie. Afgelopen maandag kwam natuurlijk de Afrotros met een post dat de testvraag in de app niet helemaal klopte. En als we een paar letters markeren uit deze post, dan kunnen we lezen Anke in de finale. Zit Anke in de finale? Op Instagram ga ik voor de aankomende aflevering 7 live mijn mening delen van de afgelopen 7 afleveringen, 6 afleveringen. En blikken we op wie de mol kan zijn en wie totaal niet. Daarnaast zal ik naar de aflevering ook live gaan en hier in aflevering 7 even bespreken met jullie. Zie ik jullie daar? @WDM_pro. Dan nu een grote theorie die te linken is met het podcastschema en de finalisten waarschijnlijk. En alle credits gaan naar El Nino die deze grote theorie onder mijn laatste video helemaal heeft uitgelegd. Dus laten we snel beginnen. El Nino heeft namelijk het volgende gezegd. Ik heb de veelbesproken podcasttheorie nader bestudeerd en heb hier de volgende in mijn ogen, dus in zijn ogen, of haar ogen, best wel goede en kloppende theorie voor waarmee ik denk dat als het zondag uitkomt, dat ik dan al de 3 finalisten kan voorspellen. En als hij uitkomt, dan heb ik er nu al 2, te weten Daniel en Soy als finalist. Interessant. Hoe zit het in elkaar? Het valt op dat er telkens 2 kandidaten zitten in de podcast. Mijn aanname is dat ze dit doortrekken tot het einde. Dus elke podcastaflevering heeft 2 kandidaten die een beetje gaan vertellen over hoe de aflevering ging. Er zit ook nooit een kandidaat 2 keer achtereenvolgens in de podcast. Dus bijvoorbeeld je hebt Daniel in podcast nummer 5 en je hebt Daniel in podcast 6. Dat gebeurt niet. Ik ga er ook even vanuit dat ze dat zo lang mogelijk zou willen houden. Nou, dat lijkt mij dus ook. En ik denk dat ze de uitzendingen zo evenredig mogelijk over de kandidaten willen verdelen. Podcast 1 tot en met 5, daarin heb je dus 10 plaatsen beschikbaar. Nou, dat is logisch. Lekker makkelijk, elke kandidaat 1 keer en de podcast is gevuld. Het is ook logisch dat de afvaller zit in de podcast die na de tv-uitzending wordt uitgezonden.
Dus in aflevering 1 had je Sarah die afviel. En de podcast daarna had je ook Sarah die volgens mij wat ging zeggen. Immers, wat moet Sarah nog vertellen in podcast 4 of 5 als ze al die opdrachten niet heeft meegedaan? Idem voor Vrouwtje. Dus daar bedoelt hij of zij mee. Waarom zou Sarah in podcast aflevering 4 zitten als ze aflevering 4 niet eens heeft meegemaakt? Dan komen we nu bij podcast 6 tot en met 10. Ook hierin heb je dus 10 plaatsen beschikbaar. Je hebt nog 5 kandidaten, waarvan nog 2 afvallers, want er zijn 3 finalisten. En het lijkt me logisch dat je de afvallers wederom stopt in de podcast na de aflevering waarin ze afvallen. Dat zijn dus podcast 7 dit weekend met de afvaller van aflevering 7. En podcast 8 volgende week met de afvaller van aflevering 8. Je hebt dus 10 plaatsen beschikbaar, zei ik al. En elke kandidaat zal er nu nog zeker 1 keer in zitten. Dan heb je de 5 plaatsen gevuld. Ik denk dat de 3 finalisten er nog 1 keer extra in zitten. Dan heb je dus 8 plaatsen gevuld. En ik denk dat in podcast 10 de mol en de winnaar zitten. Dan heb je dus alle 10 plaatsen gevuld. Als je dan ook vasthoudt aan het feit dat je steeds andere koppeltjes maakt in de podcast. En dat iemand niet 2 keer achter elkaar in de podcast voorkomt. Behalve bij aflevering 9 en 10 lukt dat voor 1 iemand dan niet. Dan kan het schema volgens mij alleen maar het volgende zijn. Podcast 6, dus van aflevering 6. Soy en Daniel spraken in die podcast. Dan heb je podcast 7, dat is van aankomende aflevering. Kandidaat afvaller 1, dus dat is dan de afvaller van die aflevering. Plus kandidaat winnaar of de mol, zegt El Nino. Dan heb je podcast 8 van aflevering 8. Daar zit dan de kandidaat afvaller 2, dus dat is dan de afvaller. Dat is dan de afvaller van aflevering 8. Ik hoop dat jullie het nog een beetje begrijpen. Plus kandidaat winnaar of de mol uit podcast 6. Dus dan heb je waarschijnlijk in podcast 8 heb je dan of Soy of Daniel. Die dan ook in podcast 8 zit. Dan heb je podcast 9. Dat is dan na aflevering 9. Dan heb je kandidaat verliezer, dus de verliezend finalist. Plus kandidaat winnaar of de mol uit podcast 8. Dus dan kan het weer zijn, dan heb je dus weer een Soy of een Daniel erin zitten. Dan podcast 10, dat is dus na de finale. Dan heb je kandidaat winnaar of de mol uit podcast 6. Dus dat moet dan Soy of Daniel zijn. Die zit dan waarschijnlijk nu in de finale. Plus kandidaat winnaar of mol uit podcast 8 en 9. Dus in 8 en 9 zitten dan ook weer vervolgens dezelfde 2 kandidaten die dan winnaar of de mol zijn. Wie dat zijn, dat weten we natuurlijk nu nog niet. En dan zegt hij of zij zegt daarna nog, als dit klopt, dan zijn Soy en Daniel die in podcast 6 zaten, dus finalisten. Eén van hen gaat winnen of is de mol en de andere is verliezer. Degene die in podcast 8 terugkomt, dus na aflevering 8, is winnaar of de mol. En degene die in podcast 9 terugkomt, is dan verliezer. Tussen de overige 3 kandidaten zitten dus nog 2 afvallers. Degene die aanstaande weekend, dus aanstaande aflevering, in de podcast zit en niet afvalt, zit volgens dit schema dus ook in de finale en is winnaar of de mol. Dus stel, aankomend weekend valt Ranomi af en en Anke die zit dan bijvoorbeeld ook in de podcast, dus die valt dan niet af. Dan betekent dat dus dat zij dan ook in de finale zit. En is dan winnaar of de mol. Hij/zij zegt er ook nog even bij dat even benadrukken is dat het een theorie is en geen zekerheid natuurlijk. Gebaseerd op een paar aannames van dat de podcast elke keer 2 kandidaten heeft. Want je weet natuurlijk niet wat er in de aankomende afleveringen nog gaat gebeuren van de podcast. Maar ze zegt dat het op zich wel logische aannames zijn. Nou, ingewikkelde theorie natuurlijk op het eerste gezicht. Maar er zit heel wat in deze theorie. Als je hem niet helemaal hebt begrepen, kun je natuurlijk ook even terugspoelen en even gewoon die comment lezen op mijn laatste video. Zoals je kon zien, heb ik er een soort van schema gemaakt die in beeld te zien is. El Nino zegt dat Soy en Daniel finalisten zijn. En dat denk ik zelf ook bijna zeker te weten. En ik gok en hoop dat Jurre hierdoor nog even voor de finale gaat afvallen. Het is nog wel natuurlijk een gek idee dat ik eigenlijk de enige moltuber ben die op Daniel zit als mol. De rest zit namelijk vooral op Jurre. Ik snap zelf natuurlijk ook echt wel gelijk dat iedereen op Jurre zit. En daarom is hij juist ook mijn tweede mol. Maar het lijkt mij juist ook dat het bij Jurre er te dik bovenop ligt allemaal.
Want weet je, Daniel probeert nog enigszins te mollen, maar het kan fout gaan. En Jurre is eigenlijk de kandidaat of de mol die eigenlijk in het openbaar en vooral in beeld heel erg bezig is met mollen. En dat is Daniel juist niet. Hij doet alsof hij fanatiek is, maar ondertussen probeert hij heel veel geld weg te spoelen. En dat zei hij ook in zijn mollicitatie. Daar heb ik ook nog twee voorbeelden van. Portofoon valt uit met het Doolhof-opdrachtje. Ja. Dat kan Nabil niet meer gedaan hebben. En degene na Nabil kan het ook niet gedaan hebben, want toen was die gewoon weer goed. Dus dan moet dat Daniel zijn die de portofoon uit heeft gezet. Waarom zou je als kandidaat de portofoon uitzetten? Dat is mijn reden. Dat is een van mijn redenen waarvoor ik denk, ja, dit kan eigenlijk niet anders. En dan heb je ook nog dat Daniel natuurlijk een ei met 1000 euro probeert weg te mollen door met een voet op te staan en vervolgens weg te lopen van het ei. En dat is gewoon een mislukte molactie. Dat zijn dus zeg maar twee molacties die zitten gewoon in de montage. En net zoals voorgaande seizoenen, daar zien we natuurlijk, de mol zit met zijn molacties niet veel in beeld. Vooral de molacties die echt heftig zijn, die vallen altijd buiten beeld. Behalve een paar kleine. En dit zijn die twee kleine. Bij Jurre is het zo, hij doet alsof hij de mol is. Net zoals andere kandidaten, die proberen ook zichzelf verdacht te maken door mol te zijn. Maar ik denk echt, en daar blijf ik bij, dat Daniel toch echt de mol is. Maar dat is mijn pure eigen mening. En ik hoop ook dat het zo is. Want dan kan ik jullie namelijk meenemen in het feit dat Daniel gewoon de mol is. Die kleine molacties die hij heeft gedaan. Ondanks dat hij het meeste verdient. Maar weet, in seizoen 19 met Merel als mol, laagste pot ooit. Alsnog, Merel had het meest verdiend. Dat is knap als mol. Maar ja, weet je, laten we natuurlijk ook even bij de realiteit blijven. Ik zeg natuurlijk ook niet dat de rest niet de mol meer kan zijn. En daarom, ik blijf zelf op Daniel. En ik probeer jullie niet te overtuigen. Blijf vooral je eigen gevoel volgen, dan komt het goed. Nou, ik hoop dat jullie weer wat informatie bij hebben gebracht. Vooral de podcasttheorie is heel interessant. Daaruit kunnen we nu eigenlijk een beetje leiden wie de finalisten zijn. En natuurlijk bedankt ook weer voor het kijken naar deze video. We gaan echt hard de afgelopen week. En daar wil ik je heel erg graag voor bedanken. Abonneer snel mocht je dit natuurlijk nog niet gedaan hebben. En ik wens jullie heel veel plezier met aflevering 7. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters.